Wat gaat hier precies gebeuren? Hier is al 40 jaar onderwijs, maar ja, het was wel tijd om hier iets te gaan herontwikkelen. En wat hier gemaakt wordt, wordt eigenlijk een enorme school voor zo'n ruim 4000 studenten, mbo-studenten, die hier onderwijs gaan vormen. En daarvoor wordt hier een mbo-boulevard ontwikkeld, de eerste ter wereld. Nou, dan ben je als wethouder mbo natuurlijk hartstikke trots op. En op wat voor manier gaan jullie dat doen? Door gebruik te maken, zeg maar, van de natuur die hier is, de ontwikkeling, door het ontwerp. Dat doet de school met de ontwikkelaar samen. Waarbij, zeg maar, ja, de gevels die voorheen toch best wel gesloten vorm gegeven waren, veel meer opengemaakt worden, waardoor je beter naar binnen en naar buiten kan kijken. En wat betekent zo'n mbo-boulevard voor de stad? Nou ja, zoals de koning ooit al zei, hè, heel Nederland draait op mbo'ers. Dat is eigenlijk in Utrecht niet anders. Mbo'ers zijn superbelangrijk voor de stad, voor de samenleving. Heel veel dingen gebeuren door mbo'ers. En nou ja, anders zou de hele samenleving ook in Utrecht gewoon stil komen te liggen. En die moeten natuurlijk ergens wel hun onderwijs kunnen volgen. Nou, dat gaat hier gebeuren. Hier komen al die verschillende opleidingen van het mbo Utrecht samen. En eigenlijk zit hier, kun je straks degene van de zorg, ook de techniek, ook het theater, Herman Brood Academie, komt allemaal op deze locatie. Ik ken in principe niet een onderwijsboulevard. Wat kan ik me daarbij voorstellen? De onderwijsboulevard, wat voor ons belangrijk is, is dat wij langs een hele straat, zeg maar, alles bij elkaar, al onze opleidingen onder één dak hebben. Zodat alle opleidingen van MBO Utrecht op één plek te vinden zijn. En wat heel erg belangrijk is hierin, is dat ook studenten elkaar weten te vinden. En mogelijk ook samen keuzevakken kunnen volgen of projecten met elkaar kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk de inhoud van het vak nog meer versterken. Een van onze opdrachten die we onszelf hebben gegeven is ook om ons gebouw open te stellen voor de wijk. En dat betekent dat wij onze studenten eigenlijk meer wijkgericht ook laten werken. Dus wat meer naar buiten. We hebben de aanpakkers. En de aanpakkers, dat zijn eigenlijk mensen van de opleiding welzijn die in de wijk werkzaamheden gaan doen. Denk aan hulp aan ouderen, hulp aan mensen die dat nodig hebben. Help met belastingen of met formulieren of dat soort zaken. Zodat we ook ten dienste dat we iets terug kunnen geven aan de wijk waar wij in staan. Wat gaat zo'n nieuw gebouw voor jouw opleiding betekenen, denk je? Nou, we zitten nu in een kantoorgebouw, een noodgebouw, aangezien hier gebouwd wordt. En de hele sfeer is daar zo anders. Dus ik hoop dat in het nieuwe gebouw dat de sfeer gewoon een stuk beter is. En dat je ook met plezier naar school gaat, dat je ook gewoon goed kan leren. En gewoon de ruimte er is om echt je opleiding goed te volgen. Wat betekent het dat de school meer open gaat staan naar de wijk toe? Ik vind dat een hele mooie project, zeg maar. Ik ben er blij mee, zeg maar, dat de school meer kijkt naar de wijk. En dat zodat ook meer studenten van mbo mee gaan helpen om de wijk mooier te maken. Vandaag vieren we de start van de bouw. Wanneer vieren we de opening? Ja, nou, het wordt in delen wordt het opgeleverd, maar de grote opening, zeg maar, zal in 2022 zijn. Dus eind volgend jaar. Dan hopen we dat alles in ieder geval klaar is om opgeleverd te worden. En dat gaan we ook weer groots vieren.